Uitzicht, Blownet. Weer een Duitsland hoedje voor jullie op de programma staan. We gaan vandaag met het spaarprijs Zwerntekin naar Rijnen toe. Want je krijgt daar 40% korting bij. Omdat dat stukje toch in Nederland niet, het is nog maar aan de grens. Dus je met Nederland korting. En daar stappen we in Rijnenhof op het Niedersachsen ticket, want ik heb vandaag een dikke Niedersachsen tour voor jullie op de programma staan. Ik zeg heel veel kijkplezier. Dus we gaan vandaag met de NS 1700 series, die gaan er dit jaar uit dienst. Dus dat is iets wat soms gaat veranderen hier in het verkeer in Nederland. De ICE beleid blijven soms zo rondrijden tot 2023, dus de ICE mod. Want de ICEL-trainer zit vertraging op. Maar ik zag al dat NS al een paar meer Vectrons heeft besteld. Dus de kans is dat hier zo'n flapdron achter komt te zitten. Dus het is de laatste keer met een hier historische NS 1700 die ons zo meteen naar Rijnen, naar Babenta mee gebracht. Want Babenta krijgt een dikke 101 voor. Maar dit wordt een chille trip. Het is wel ideaal dat je als je een NS-kaartje komt, dat de NS automatisch zijn wel wat duurder. Maar je kunt wel lekker met fernverkeer mee. En wat is ook ideaal dat ik een abonnement heb. Dat ik buiten door de weekse dagen 40% korting krijg in Nederland. Dat scheelt heel erg. Dus we gaan naar nostalgie. Wat een B-ruimte ook. Schat op tafeltje. Dit zijn dan tweede klas stoelen voor een DB-ferm verkeer. Dat is wel lekker zacht. Plus. Het zit best wel redelijk prima of zo. Maar alleen een nadeel van de tweede klas is als jij vaak boekt bij DB-ferm verkeer. En je reist alleen zoals wat ik nu heb. Dan is de kans dat je naast iemand moet zitten. Als je echt van rust houdt, dan betaal je iets meer geld. Dan kun je gebruik maken van de eerste klas. Die hebben, in deze trein hebben dan ook van die hokjes. Maar vandaag heeft ze de tweede klas. Het is echt prima, dus op naar Rijnen. Easy Berlin nog met de oude concept, nog met rijtuigen. Die de helaas in 2023 ermee gaat stoppen. Daar komt de nieuwe ICL-treinen. Nou. Maar wat vond ik van tweede klas reizen met de Easy Berlin? Zijn echt chille stoelen. Dat een van de beste stoelen zijn van heel Nederland. Na de ICM na dan. Zit de eerste beste trein met de beste stoelen. Ja, het zijn dezelfde stoelen als in de ICE dus. Ja. Hier moeten we even overstappen op de trein. Ik moet hier even een dagkaart halen, want het is nu na 9 uur, dus ik kan nu met een Niedersachsen ticket reizen. Dus ik ga hier even in Rijnen even een Niedersachsen ticket aanschaffen. Een Niedersachsen ticket voor 1 persoon €24 bij de Westfalenbahn in Rijnen. Ah, ik heb alleen geen pen, dus ik kan de naam er niet op zetten. Met deze Eurobaan RB61 gaan we naar Osnabrück in, want ik wil vandaar overstappen op een trein naar Bremen. Osnabrück Hauptbahnhof, het is hier echt mayhem, het is hier echt heel druk. We gaan hier zo overstappen op de RE9 naar Bremen Hauptbahnhof. Dat is een dostel, dat is anderhalf uurtje vanaf Osnabrück. Dus de snelste manier om naar Bremen Hauptbahnhof te komen en het goedkoopste. Maar je kunt ook nog met de regionale baan, dan ben je wel wat langer onderweg. Maar we gaan met de RE, dus lekker snel.
En we hebben nog steeds geen pen, dus helaas. De trein naar Bremen Hauptbahnhof is een hele oude Doster treinstam wat vroeger in Baden-Württemberg heeft gereden. Die gaat ons straks helemaal naar Bremen Hauptbahnhof brengen. Dat is een uur, anderhalf uur. Zo. In generatie Dostel. Osnabrück. Weer ruimte. Dit over. Ze hebben geen eindselstoeltjes, ja. Maar niet waar je alleen kan zitten. Kan in eerste klas die nieuwere generatie Duster rijden, wat bij NRW reed, op de RE2 naar Düsseldorf. Die hebben wel eindselstoeltjes in de trein. Maar deze trein heeft dat dus blijkbaar niet. Misschien dat het in stuurstandrijtuig zit. Dat weet ik niet. Maar ik zie dat van hoe de drukte van deze trein is, verwacht ik niet dat het heel druk is. Maar je kunt in deze dus ook reserveren. Ben ik achtergekomen. Een stukje daar in het midden, dat is reserveren aan de zitplaatsen. Heel apart. Met de zeeman van starten. Komt misschien nog een keer een vlog over, maar dat doe je graag ook weer naartoe. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Zo, bij de tentoon ga ik voortreveel. Ja, die ene in City die ga ik maar niet doen, want die stond een hele lange rij voor. En de kans dat ik nou moest staan, daar heb ik geen zin in. Dus ik ga maar even in Bremen rondhangen. Ik heb hier anjeringetjes en ik heb hier maar er zat een of andere burger bij de Duitse Burger King. Was ik een Duitse Burger King uittesten. Ik heb hier een trein naar Noord-Eijsmullen gevonden. Dit is dan de stoptrein, de RE1. Dostel. Geen Intercity dit, omdat die trein stond echt heel veel mensen voor. Dus anders had ik kon ik geen comfort review doen. Dus ik ga kijken of ik hem in Oldenburg. Want deze trein staat straks 10 minuten stil in Oldenburg. Om in Oldenburg kijken of we daar kunnen stappen zo'n Intercity trein naar Leer. Dan wil ik het toch nog in mijn koffertje kunnen doen. Kom even. Dat is een heel mooi stationsoverkapping. Wel nieuw dit. Ik leed in alles dat moet hier in de Noord-6000 nog wat terugloopt. Maar dit is echt zo'n prachtig huis. Ik heb een keertje naartoe leeg. Dat moet heel mooi stad zijn. Dan spreek wat ik ga doen. Ik wacht even tot we in Leer zijn. Daar gaan we even kijken wat de opties open is. Want ik heb gekeken hoe duur zo'n super spaarplaats jong ticket is al vanaf €23. Best wel goedkoop tweede klas met Intercity van Leer naar Rijnen. Maar ja, ik kan natuurlijk ook overstappen op de Intercity naar Berlijn, naar Amsterdam. Maar daar was ik dan €44 kwijt en dat vind ik dan wel weer zonder geld. En dan wacht ik dan wel gewoon op de RB61. Maar dan ben ik in ieder geval in Rijnen, in ieder geval in bekend gebied. Mocht ik dan nog een keer vastkomen, dan kan ik in ieder geval nog bellen of een taxi of zo. Die weg komt ophouden of zo, noem maar wat. Dus er is. En ben ik hier voor een betrouwd grondgebied, laat maar zo zeggen. En hoef ik ook niet in die barre Emslandroute te doen.
leren. Hier ben ik al eens keren geweest. Dus ik ken dit al wel. Je kunt hier namelijk ook overstappen op de bus naar Groningen. En met de trekvangbus naar Wenen, daar kun je via Groningen terug. Maar dat gaan wij dus lekker niet doen. We gaan gewoon lekker met het Intercities mee. En ook even een mooie tweede klas review doen. Want ik reis er maar heel weinig met fanverkeer in de tweede klasse. Eigenlijk is het ook best wel heel goedkoop. En ook best wel makkelijk als je een creditkaart hebt. Als je het bijvoorbeeld weet, dat is echt wel ideaal mee te geven. Als je met creditkaart reist en je hebt zoiets, denk van... Boah, die trein is... Kun je echt vlak voordat de trein eraan komt, kun je nog je treintickets kopen via de DB Navigator. En er staan tickets er gewoon in. Het is ook met NS International, daar kun je wel met iDeal betalen. Maar bij de Deutsche Bank kan dat dus niet. Dan kun je dus gewoon met de creditkaart betalen. En dan heb je gewoon de treintickets makkelijk in de mobiel staan. Dus je kunt eigenlijk gewoon praktisch instappen. Het is geen gekloot meer bij de kaartautomaat meer. Ik vind het echt ideaal dit. Kijk, Easy Dostel van mij. Andere locomotief dan de vorige keer toen ik hem deed. Er zit een tax achter. Toen had ik een zo'n Skoda-lok. Dubbeldekkers. Dostel, primeur. Review van de IC Dostel, tweede klas. Ja, goed, tweede klas. Nu is een vierzitser. Ja. Nou, dit zit best wel lekker. Plus, net als in de IC 1. Nou, zit prima. Afstand tussen de B-ruimte vind ik ook wel goed. En dus omhoog schuiven, dus een beetje zo'n Standler effect. En dit is een familie-abtel, dus je kun je dus met kinderen zitten. Ja, staat er ook op familie in bereik. Is dit? Stopcontacten. Ook in de tweede klas zie ik dus. Kun je laptop op aansluiten. Hier kun je nog meer wat shitzooi plaatsen. En dan gaan we even de coachopstelling testen. Kijk, dit hebben ze ook in de eerste klas. Tafeltje, ja, dit werkt dan bij mij niet, omdat ik natuurlijk 2 meter ben. Oh, sorry, 1 meter 80 ben ik, sorry. Dit stoort me niet zo. Kijk, er komt Westfalenbahn flirt aan. Nou ja, prima dit. Prima comfort dit. Op naar Rijnen. I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty. Have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can bring no... Wat opstegen. Hier, daar gaat ie. Allemaal hier in Rijnen te bekijken, omdat daar het ziekenhuis is van Rijnen. Daar komt onze trein aan, Intercity Berlijn naar Amsterdam Centraal. Die nemen we tot aan Hengelo. Wat wel de laatste trein van vandaag. Vandaag een aflevering met veel Intercities. En ja, dat wat ik in de titel. Niedersachsen verkennen met fernverkeertreinen. En hopen dat zo'n familiehokje vrij is. We hebben toch nog een hokjestrein gehad vandaag. Dat je de hele trein doorheen geparkeerd, omdat dit ding zo vol zit. En ja, de eerste tweede klaswagen voor de Bobby's er ingestapt. En we zitten helemaal achterin met fietscoupé. Ga je even, ik zal Babette een mooie lokwissel filmen. My body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell.
Why did darkness come? I wanna stay in here where I feel known. Why did darkness come? Something keeps waking me up. Why did darkness come? En dan gaat de Balrai 101 gaat eraf. En kunnen zo'n mooie klassieke NS 1700 serie voor terug. Wil ik toch nog zeggen, want die treinen gaan eruit. In 2000 en na de december. En de NS1700 komt er voor terug. Ik vind de rit moeilijk, denk ik toch niet. Want ik heb dit stuk op de heenweg ook al gefilmd. En in dezelfde terrein. Dus ga je de video denk ik ook afsluiten. Vond je een mooie rit? Niet de straxe tour plus fernverkeer. Zet dan even een duimpje omhoog achter. Abonneer hieronder op mijn kanaal. Bij het eerste, en zet het belletje aan bij het eerste met mijn nieuwe video van Tim's Terreinigek. Die zeggen tjus en bis zum nächsten Mal.